Nou, ik heb mijn bloemetjes uitgekozen. Een nieuw natuurtalent voor Roos. Kijk, ik ben echt helemaal tevreden. Nou, ik ben even gezellig met de meiden een drankje doen. Zo leuk. You just give me a... Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag en ik heb een nieuwe weekvlog. Ik heb echt nog van de clips in, maar ik heb net mijn skincare gedaan. Dan wil ik als dat even lekker intrekt. I don't know why. Morgen ben ik jarig, dus de weekvlog met mijn birthday. Het voelt echt niet alsof ik jarig ben, maar in ieder geval, ja, het is een leuk en druk weekje. Zometeen gaan we verhuizen naar het nieuwe kantoor voor Indie Lashes. Dus daar gaan we een voornamelijk fulfillment doen. En ja, we moeten even helpen verhuizen. I love moving. Als je dat. Maar goed, hoort erbij. Ik ga echt helemaal stuk om. Ik heb net spanbanden gekocht. Bij Gamma. Ik voel me echt een fucking independent woman. Kijk hoe ik dit heb gedaan. Ik heb het helemaal vastgezet. Het zit ook nog vast met een soort computersnoer. Maar nu zit het echt. Moer en moer vast. En dit kan ook niet bewegen. Dus dat is top. Nou, ik ga. Oh my god. Dit is het nieuwe kantoor. Het is zo tering groot. Like, what the fuck. Dit is echt top. Hier nog een keukentje. Hoe fucking leuk, jongens. Zo excited. Nou, ik heb even in de ochtend geholpen met verhuizen, was me een gedoetje. Het is echt nog lang niet klaar. Maar ik moest nu snel naar huis. Ik besef dat deze krullen nog steeds in zitten. Ik heb dit zaterdag gewaved met een mermaid hair tool. Zit gewoon nog steeds mooi. Ik heb nu een event van Maud. Het is iets seksueels, seksspeeltjesachtig iets. En het is in het Pillows Hotel. En ik ga erheen met Isa Luna, super leuk. Dus ja, ik ga er nu naartoe. En ik ben heel benieuwd. Ik heb hem even klaargemaakt. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Best wel simpel eigenlijk. Dit jasje van Nikki. Met eronder gewoon een crop top. En dan deze cargo broek van de Zaar. En dan deze leuke tas van Naked. Nou, ik ben zo met Ies. En we zijn bij het Mat. Mat. Ik zei net altijd, ik weet niet hoe het heet. M-A-U-D-E. Ja, Maude. Mat. Ja. Nee, maar het is echt heel mooi. Het is in het Pillows Hotel. Super mooi. Ies was net bij de verkeerde. Ja, ik stond gewoon aan de andere kant van Amsterdam. Want er staat Google Maps, zeg maar, staat die locatie ook. Ja. En dat was dus hun oude locatie. Ja, toen moest ik hier snel even het kwartier. Maar bijna niet. Maar het is wel echt super leuk hier. Mooie kinderboer. En lekker hapjes. En net uitleg gekregen over de products. Over de producten. En we hebben een goodie bag. En goodie bag. Dus ik zal het thuis even laten zien. Ja. Meestal wel maar heel blij zijn. Ja. Ik zie een hele grote macaroon. Ja, ik zie een lekkere bitterbal. Ik zei al. Ik ga lekker. Ja, beter bitterbal dan vegan. Eerlijk. Oké, ik ben thuis van het event. Het was echt heel gezellig. Ik was er dus met Isa Luna voorbij gekletst. En het was echt een superleuke locatie. Maud, of hoe heet het nou? Maud. Is dus een soort, ja, female sensual brand. En de packaging en de branding is echt on point. Ze verkopen dus ook echt bij de Bijenkorf, bij Skins. Ja. Echt bij vanzelf wel leuke dingen. En ik heb een goodie bag, dus ik ben heel erg benieuwd wat ik heb gekregen. Als eerst een body wash en bubble bath. Oeh, dit is zonder parfum. Dus dat is denk ik goed voor je intieme gedeeltes, zeg maar. Kijk hoe mooi deze packaging en branding is. I love it. Echt, I love it. Dan een olie, bath and body oil. Ook zonder parfum. Dat is echt top. Lekker massageolie of zo. Alles komt altijd van pas. Kijk hoe leuk deze branding gewoon is. De namen zijn ook gewoon oil en wash. Oh, dit is ook echt van glas. Nice. Dan. Oh mijn god, wat leuk. We hebben de kaars gekregen. Dit is dus een kaars. En dit is een massagekaars. Dus als je eens aansteekt, dan wordt het wax. Kan je op iemands lichaam drippen. Het wordt dus niet heet dat je verbrandt. En dan kan je het uitsmeren, dan wordt het een soort olie.
fucking insane. En dit heet ook gewoon Burn. Ja, ik vind dit zo, gewoon zo simpel. Maar zo leuk. Ik ga dit zeker wel uit testen. Zeg ik dan. Ja, ik ga even een kaarsje op je laten gooien. En hij zei, what the fuck, denk deze chick. En dan kom ik opeens met deze kaars. En dan doet het geen pijn. Oké. Nou, een beetje apart weer, maar goed. Oeh, dat ruikt fucking lekker. Welke geur zit dan? Amber, cedar, leaf, lemongrass. Heel lekker. Wat leuk. Dat vind ik nou echt heel leuk. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Jongens. Vanavond om 12 ben ik gewoon jarig. Like, daar waar. Ik kan echt niet beseffen. Dan badzout. Leuk. Kon ik lekker bij mijn ouders gebruiken. Ga ik ook aan mijn ouders geven. Oh. En dan spot. Een fibromasseur. Ik ben heel benieuwd. Wat hier is. Iets groots en langs. Oké, dit is gewoon een vibrator. Maar dit is toch wel echt fucking aesthetic. Ja, sorry hoor. Het is een beetje raar om te laten zien. Maar... dit is toch fucking aesthetic, eerlijk? Oké, ik vind het wel leuk. Nee, ik vind dat ze dit leuk hebben gedaan. Nou, ik ben hier in ieder geval heel erg blij mee, denk ik. I guess. Mooie verpakking ook. Weet je, iedereen denkt, oh cute, etuietje. Maar goed, ja. Dat was het event. Ik ben nu thuis. Ik ga lekker editen. Lekker avondje voor mezelf. Heerlijk. En ja, dat was alweer de dag. Ik heb hier echt een fucking irritante mug gebeld. Ik ben echt zeer verbaasd over hoe deze krul nog steeds zit. Ik heb het zaterdag gewaved en het is nu maandag. Ik heb gewoon een hele party overleefd. Nou, mijn krullen overleven de party nooit. Zo, de moeheid begint echt in te kicken. Het is 8 uur, ik heb nog niks gegeten, maar ik heb ook gewoon echt... zo'n geen honger of zo. Ik ga even mijn make-up lekker eraf halen. Want ja, ik ga denk ik gewoon op tijd naar bed. Ik moet ook gewoon echt om 8 uur sporten. Wie doet dat ook? Morgenochtend om 8 uur sporten, maar ik heb anders gewoon echt geen tijd. En ik wil echt gewoon in een lesje sporten, want ik vind het echt kut om zelf te sporten. En ja, ik ga... dan 7 uur eruit. Dan ja, kan ik gewoon even rustig een koffietje doen. Even, weet je wel, een beetje acclimatiseren, een beetje wakker worden. Nu lekker make-up hier af. Oh, Unilashes is zo'n uitvinding. Echt. Sinds ik dat draag, scheelt het zoveel tijd met mijn make-up doen. Ik doe gewoon letterlijk mijn make-up binnen 5, 6 minuutjes. En dan blijf gewoon maar echt dikke week zitten. Ik moet geen olieproducten gebruiken, want dan... gaat het er wel snel af. Maar ik draag dus nu altijd de Julie lashes in 12 of 14 mm. Nee, 12 of 14 mm. 14 mm, ja, 14 mm. Dus de langste. Maar ik ben erg blij mee. Zoals ik altijd zeg, je kan mijn doorlopende kortingscode gebruiken, Sarah15. Kun je altijd met korting shoppen. Ik ga jullie binnenkort wat meer updates geven over hoe en wat. Het is misschien allemaal een beetje vaag voor jullie dat je denkt, in die lesjes werk je daar, wat doe je daar? Ik ga daar binnenkort meer uitleg over geven en wat transparanter ook zijn. Maar dat is nu nog even nog niet aan de orde. Dat komt er nog wel. Ik ben ook bezig met een secret project voor jullie. Dat hoop ik voor de zomer gelanceerd kan zijn of... oude niet opende kan zijn. Dat is in ieder geval wel mijn goal. Vang me leuk. Dus er komen echt allemaal leuke dingen aan. En ik ben echt ontzettend excited. Maar ik ben nu vooral ontzettend moe. En weten dat ik morgenochtend ga sporten. Ik heb trouwens even een kant-en-klaar nasi maaltijd gehaald. Dus dat warm ik nu even op. En dan ga ik gewoon lekker de bank ploffen. En denk ik Friends kijken. Maar kijk dit. Hoeveel zooi er afkomt. Oh, wat erg.
Nou jongens, ik ben net bezig geweest met de giveaway. Die komt morgen op mijn verjaardag online. Als jullie deze vlog zien, staat die nog online. Wat je moet doen voor de giveaway is mij volgen op al mijn kanalen. Dus YouTube, Instagram en TikTok, allemaal @SarahVervoerd. En je moet onder mijn TikTok of Instagram je vriendinnen taggen. En ja, dit is echt niet normaal. Alle regels staan ook daar beschreven. Maar kijk hoeveel je kan winnen. Het is echt insane. Allemaal leuke productjes. De Bum Bum Cream, mijn favoriete setting spray, Color Rose spray, Keunen shampoo, nogmaals Sol de Janeiro, goede kwast van Biotechniques, lekkere parfum, hier nog parfum, allemaal Indie Lash, stools, Olje Gulston skincare, Charlotte Tilbury, Bobbi Brown, Benefit, Rituals, Ordinary, nog meer Benefit, mascara's, Laneige. Ja, echt gewoon alleen maar geweldige, leuke dingen. Wat ik zelf ook heel graag gebruik. En dus met jullie wil delen. Dus ja, vergeet zeker niet mijn socials te checken als je mee wilt doen. Goedemorgen allemaal. Happy birthday to me. Oh my goodness. Girl is 23. Like, yeah. Like, oh my god. Ik moet even goede foto's maken van de giveaway. Maar ik was eigenlijk een wit ondergrond. Dus ik heb het eigenlijk voor niks op deze tafel uitgestald. Ik moet even mijn douchen, mijn haar wassen, mijn haar opnieuw krullen. En het ziet er allemaal niet uit. Ik heb zo meteen om 11:30 een Too Faced event. Ik moet weer om 11:00 weg. Het is nu 9:30. Dus over 1,5 uur moet ik hem klaargemaakt hebben. Gedoucht, opgemaakt, aangekleed, foto's gemaakt. Daarna komt Stam ophalen en gaan we samen tv kopen. Want ik krijg dus een tv voor mijn verjaardag. Fucking leuk. En moet ik even een nieuw tv-meubel kopen, want dit ziet er echt niet uit. En vanavond gaan we eten bij Full Moon Garden. Dat is mijn nieuwe favoriete restaurant. Het is een Chinees dim sum restaurant en het is zo lekker. Zeg maar, de aesthetic is zeg maar echt zo'n Chinees restaurant, maar het is zo lekker. En die mensen zijn echt fucking cute daar. Dus ja, daar ga ik lekker eten. En ja, helemaal leuk dagje. Nou, ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik wilde eigenlijk mijn haar waven, maar dat ging eigenlijk me voor. Ik heb deze superleuke jurk aan van Naked. Deze is echt insane mooi. Like, girl. En ik ga deze tas erbij doen. En ik moet er nu vandoor. The first ever event that we do in the Netherlands, in Amsterdam. So we are glad to have you here. Thank you so much for coming. And basically this is the launch of our new mascara. We have been 6 naturally. And Patricia will go over the product and you will discover how fantastic this new mascara is. Face. So if you would like to create your bouquet, I would invite you all to stand up. It's just a little bit easier to work standing up with flowers rather than sitting down. Is that okay for you guys? Yes. We moeten, we gaan dus zelf een boeketje maken. Ben ik weer? Ja. Huh? Jij heb ik lang niet gezien. Maar we moeten zelf een boeketje maken. Hoe leuk. Nou, ik heb mijn bloemetjes uitgekozen. Ik hoop dat het wat leuk wordt. We moeten nu het ontbladeren. Ja. Nou, ik denk dat mijn boeketje klaar is. Ja. Cute. Ik vind het erg knap voor mezelf dat ik het heb gedaan. Dus. Hier word je toch blij van, al die kleurtjes. Oké. Is on the table, on the chair, on the floor, where you prefer. And then we just put the flowers diagonally to the left top corner. And then we're just gonna very, very easily wrap it. So we have this like extra bouquet. Nou, dit moet echt op de grond. And you can bind it the same way as you did with the paper on the next time with the ribbon. No, maar zo. Ja. Nou, ik vind het helemaal prima. Nou, mij is het gelukt. Ja? Kijk nou, wat een parel. Ik vind hem echt mooi. Maar ze heeft me wel geholpen met schikken. Ja, die van mij is echt een beetje... Nee, die is ook mooi. Een rommelkont. Very cute. Ja, Roos. Is echt mooi. Ja, daarom weet je, jij hebt niet voor niets Rosa, hè? Roos, Rosa. Ja, nee. Kijk, kijk die van jou. Wauw. Cute, man. Kom eens, meisjes.
Meisjes. Nou, ik ben even gezellig met de meiden een drankje doen. Zo leuk. Vind je dat gezellig? Ja? Oh. Jij niet? Ik zit liever naast iemand anders. Oh. Nou, laat eens even zien wat er in zit. Oh, oude vriendje van me. Oh, wacht, ik heb ook een kaartje. Nou. Even kijken. Ik ben een cloud crush. Dit is zo. Period. Blush of highlighter? Dit is een blush. Oh, leuk. Oké, dan hebben we de lip injection maximum plump. De lip injection extreme lip. Shaper. Ik heb ze in de avond gekregen. Dan hebben we de Better Than Sex mascara. Hey, we don't know yet, but we're gonna think. En dan hebben we de Better Than Sex foreplay. Oh, wat was dat dan? Voorspel. Ja, maar is dat ook een primer? Oh. Ja, lash primer. Oh, grappig. Wie is dit? Ja, maar ja, zelfgemaakt. Ja, zo ze leuk. Wel goed, hoor. Ja. Kijk hier. Ja. Nou, ik ben terug van het event en ik moet nu snel door. Ik heb me omgekleed. Want Stan zat voor de deur om me op te halen om een tv te kopen. Ik krijg van hem een tv voor mijn verjaardag. Dus die gaan we nu kopen. Dus dit is even een nieuw fit. Dit is mijn leuke boeketje, maar ik moet eigenlijk even een andere vaas. Want dit ziet er niet uit. Maar ik ga er snel vandoor. Joe. Nou, ik ben hier met Stan. En we hebben net een tv gehaald. Zo blij mee. Ik ga nu even snel naar QC drive, want echt heel veel honger. Het is 4:15, we gaan pas om 7:00 eten. Dus ja. We zijn dus bij de QC en ze hebben een crunchy cheeseburger. Dus een soort crispy cheeseburger. Dus een cheeseburger met kip. Dat hebben we besteld. Ja. Dan ga ik even freely kruisles plaatsen. Zo ben ik. Ik heb een hele leuke giveaway. De giveaway staat trouwens nu live. En ik maak hem bekend op 1 april. Geen grap. Dat is not a joke. Super leuk. We hebben gewoon voor 1,50 zo'n burger. Dat vind ik echt niet duur. Nou, ben benieuwd. Simpel. We hebben helemaal geen saus bij de kip. Zo is het niet. Nou, bij chicken tender wel. Zit in een bakje, hè? Nee. Jawel, ja. Dat is nee. Zo. Het is gewoon 1 chicken tender. Dan doe ik er nog een chicken tender bij. Op een burger. Fucking droog. Ja, dat is niet wat ik had verwacht, man. Nee. Nou, doen we er 1 bij. Zit er wel saus op? Oh ja, dat wel. Hm? Ja. Fucking droog. Droge moffel. Dus echt, de plaatje ziet er zo lekker uit. Ja, ik vind het wel lekker, maar er komt. Er zit geen saus. Als je een hap met saus hebt, dan is het goed. Ja. Kanaans, mam. Nou, ik heb wel meer van vandaag. Het wordt lekkerder. Ja? Ja. Dat je die eerste hap geen saus hebt. Maar het klopt nog niet, want die chicken tender, die past maar op 1 stukje van dat brood. Nou, ik heb nu er gewoon 2 erop hoor. Kan makkelijk. Met saus is beter. Ik had in mijn auto allemaal saus liggen. Van een Mac. Op zich prima. Ik heb gewoon honger. Ik ben benieuwd. We hebben geen saus besteld. Nee. Ik ben een sausgirl. Ik voel echt niet dat ik jarig ben. Nee? Omdat je een feestje hebt gegeven. Ja. Vorig jaar wel hoor. Nou, ja, elke keer wordt het minder, wil ik zeggen. Vorig jaar was het wel mooi. Ja, vorig jaar voelde ik me wel meerjarig. Dat was gewoon top. Ja. Zal ik ook een feestje geven? Ja, jij geeft nooit een feestje. Wel, voor mijn vrienden. Ja, voor dit jaar voor het eerst. Nee.
Nou, die vorige jaar even met mij ging, had je geen feestje gegeven. Dus jij kwam met die gasten gewoon langs allemaal. Ja. Maar ja, toch ook zaterdag. Mm-hmm. En donderdag komen Isabel en Bo nog. En omdat ik het elke keer allemaal zo los vier, voelde het laatste? Als, ja. Voelde het niet als echt één verjaardag, weet je wel. Ja, vier keer. Ja. En vrijdag ook weer een soort van een beetje met Meg en Thomas. Maar volgend jaar ga ik misschien wel in zo'n cafeetje doen, net zoals Megan. Dat is wel leuk. Mm-hmm. Gewoon in de pijp of zo. Ja. Prima snack. Ah, oh, kan. Voor even te zwaar. Nou, mijn nieuwe tv'tje ja, staat. Ik wil even die bovenkant alvast. En er moet nog natuurlijk echt een nieuwe tv-meubel, want het ziet er niet uit, maar... Vind jij zo wat hebben? Ja, jij wel. Maar in ieder geval heel blij mee. En ik ga nu dit eraf trekken. Dat is zo satisfying. Mag ik het doen? Nou, dat is niet mooi. Je moet die middelste van nemen. Hiermee beginnen. Die is mooier. Zit van het hele scherm. Oh! Dit is één. Ze zitten rammen. Wacht, het moet even beter los. Ik doe het wel even. Dat de. Nou. Doe maar. Ja? Kan het nu? Maar ik zou wel voorzichtig zijn. Sowieso. Nou. Ik zou dat wel even een beetje. Woehoe! Alsjeblieft. Dat klonk niet goed, maar. Hoppa. Nou, we zijn lekker uit eten. Bij mijn favoriete restaurant. Ido, die dit edit. We zijn bij Full Moon Garden. Full ik ben hier ook Moon. Ik ben hier met mijn editor ook geweest. Dat was zo lekker. We hebben ook weer de chicken wings. Roasted pork. Barbecue pork. Garnalen gefrituurd. Rice rolls of zo. Rice rolls met van alles. Met garnalen, beef en... Chicken? Nee, ook pork. Oh. Zo lekker. Een hele goede morgen. Het is woensdag. Gisteren was mijn verjaardag echt zo fucking leuk en gezellig. Ook zo blij met mijn nieuwe tv. Ik zal hem zo meteen even laten zien. Ik heb vanochtend even een campagne gefilmd voor Garnier. En nu ga ik... Oh, dit ruikt lekker. Dit is droog shampoo. Van Brushworks. Die heb ik van Look Fantastic. Die heb ik van Look Fantastic. En ik heb trouwens nog... Meer dingen van Look Fantastic. Ik zal even laten zien wat ik allemaal heb besteld. Fucking chill. Even een lekker droog shampootje. Zo, deze is echt fucking chill. Ruikt lekker. En werkt goed. Volgens mij was hij ook echt niet duur. Just top. Oké, ik ga even heel snel de make-up doen. En dan ga ik naar kantoor. Van Indy. We hebben dus nu met Indy Lashes een kantoor waar we ook het fulfillment gaan doen. Ja, ook chill. We gaan niet zelf het fulfillment doen, maar daar gaan we mensen op zetten. En daar hebben we vandaag een meeting met het hele team. Om even april te bespreken, want echt zo fucking leuk. Ik ben zo excited en ik ben zo... benieuwd, maar ik ga vanmiddag met Stan en Indy fucking Curaçao boeken. We gaan 5 april, dus dat is over anderhalve week of zo, gaan we naar Curaçao. Iets van anderhalve week om daar te lekker te werken, te chillen. We zijn jong, waarom niet? Nu kan het nog. Ik ga lekker naar Curaçao, lekker werken, lekker chillen. Nou, ik vind het echt de uitvinding van het leven. Dus... heel excited. Echt heel excited.
allemaal leuke dingen. Ik heb er gewoon zoveel zin in. Dus ja, dat gaan we even lekker doen. Nu doe ik even snel een make-up tit. Heb ik verder nog updates waarvan jullie denken, what the fuck? Ja, ja, waarschijnlijk denken jullie ook, what the fuck met indie lashes? Er komt soon meer uitleg over. Omdat ik nu nog niet echt een duidelijk antwoord heb. Maar indie en ik kennen elkaar al heel lang. Misschien kennen jullie haar ook wel van de vlogs van vroeger. En we zijn gewoon heel veel aan het samenwerken de laatste tijd. Omdat we merken dat we gewoon een goed team zijn. En dat we elkaar goed aan kunnen vullen en kunnen helpen. Dus dat is gewoon ontzettend fijn natuurlijk. Kijk, dit is de nieuwe tv. Oh, ik ben er zo blij mee. Helemaal chill. En ik ga jullie trouwens ook even nog de Look Fantastic producten laten zien. Weer een lekker doosje vol. Ik ben echt al jaren fan van Look Fantastic. Look Fantastic heeft gewoon alle soorten beautymerken, beautyproducten met de goedkoopste prijs vaak. Want ja, ze hebben gewoon altijd kortingen lopen. Ik heb een doorlopende kortingscode, SARAVLF. Dus ja. En ze hebben spelen ook echt in op de trends. Ze hebben altijd die nieuwe dingen. Sol de Janeiro, Laneige. Nou, noem het allemaal maar op. Nou, ik heb weer even wat dingetjes besteld. Dus eerst deze kwastenset van Real Techniques. Want ja, Real Techniques is gewoon mijn favoriete kwast. Ik krijg heel vaak de vraag waar ik mijn contour mee uitblend. Dat is deze kwast van Real Techniques. Die is echt top. Dan heb ik even deze bamboe brushes gekocht. Ik heb heel vaak vriendinnen blijven slapen. En dan zeggen ze, oh shit, ik heb geen tandenborstel, dit en dat. En toen dacht ik, tandenborstels en deze zijn chill. En milieuvriendelijk. Nou, dan heb ik iets niet milieuvriendelijks voor mezelf gekocht. Dat is een elektrische tandenborstel. Dat hebben ze daar ook. Dat heb ik dus niet. En ik wil dat. Want het schijnt gewoon beter te zijn. Dus elektrische tandenborstel van Oral-B. Die heb ik thuis met mijn ouders ook. Is gewoon chill, is gewoon chap. Weet je, we doen het zo lekker mee. Dan heb ik deze mini shampoo. Dit is mijn favoriete shampoo van Y. Ik vind dit formaat super chill voor het reizen altijd. En ik ga dus naar Curaçao. Dus, kaching. Dan de Color Wow sprays. Zijn echt mijn favoriet. De Dream Coat. En ik heb nu een nieuwe, de Raise the Root Thicken and Lift Spray. Dat heb ik nodig. Color Wow maakt mijn haar gewoon super shiny en super mooi. Altijd zeggen mensen van, wow, wat is je haar mooi shiny. Nou, Color Wow, Dream Coat en dus nu ook die Lift the Root Spray. Dus dit ga ik gebruiken naar het feun. Ik ben heel benieuwd. Nou, dit is dan dus die droogshampoo van Brushworks. Die heb ik twee keer, want ik dacht als die chill is. En hij is goedkoop. Dan van Iconic. Oh ja, een Instant Bronzing Drops. Ik dacht, dit lijkt wel een dupe. Van de Drunk Elephant Drops. Dus ik ga dit uittesten. Dit zijn dus van die drops wat je door je dagcreme kan doen. En als dit gewoon een dupe van Drunk Elephant is, is dat fucking chill. Want dit was ook echt heel cheap. Dan van Aesop een body scrub. I love Aesop en ik heb gewoon altijd body scrub nodig. Dit kreeg ik erbij van Origins een cream. Met niacinamide en cafeïne. Cute. Leuk. Dan mijn favoriet Garnier Michelin water. Ja, dit is gewoon mijn holy grail. Dit gebruik ik altijd elke dag. Dus. En van La Roche-Posay een cremetje. Deze zie ik altijd overal bij iedereen. Dus ik dacht, I need to try it out myself. Een crème van La Roche-Posay. Nou, dat is altijd iedereen's fave. We gaan het proberen. Een soothing balm. Nou. Dat was het. Ja, vergeet zeker niet mijn kortingscode SARAVLF te gebruiken. Sla hem op, zet hem in je notities, deel hem, I don't care. Maar je kan hem altijd gebruiken, dus dat is heel chill. En dan ja, past je de korting automatisch toe. Nou, ik ga nu naar kantoor en ik neem jullie gezellig mee. Want jullie zijn mijn weekvlogkijkers. Nou, ik ben nu al de hele dag op kantoor eigenlijk. Nou, dat is ook niet waar. Ik was hier om 1 uur. En we hadden, het is nu bijna 5 uur, we hadden net meeting met het hele team. Dat was wel leuk. Alleen ben echt fucking brain dead. Maar we gaan zo meteen Cura boeken. The girl is weer home. And home is a very messy place. Echt overal van bloemen en spullen. Ik had trouwens echt zo lief van Indy dit hart gekregen. Voor mijn verjaardag. Hoe mooi. Echt
Love it. Van Anne en Nina, Fit Process. Echt heel cute. Het staat in het water in deze doos. Het is echt heel leuk. De topjes zijn ook mooi. En het is 10 uur en San en ik zijn echt kapot. Het was ook echt een lange dag. Ik ga lekker naar bed. Dus ik ga lekker mijn make-upje eraf halen. De tv moet even uit. Me and my Stanley are besties. Morgenochtend ben ik lekker thuis. En in de middag heb ik een Colgate event. Daarna ga ik Holy Shretten. En daarna ga ik borrelen met Isabelle en Bo voor de birthday. Helemaal gezellig. Oké, guys. Ik heb net even me klaargemaakt. Gedoucht, omgekleed. Het is nu 1:30 alweer bijna. Maar ik had vanochtend boekhouding gedaan. Yay, leuk. Mijn wimpers zitten een beetje raar. Ik heb dit setje aan van Naked. Gewoon altijd een leuk pak. Stel mijn haar gekruld met de krultang of met de steltang. En ik ga nu naar een Colgate event. Very much needed. dus ik ga even snel mijn jas aandoen, mijn spullen, mijn tas pakken. En het is hier een soort vlek of zo. Nou. En daar ga ik sporten met Isabelle en Bo. Dus dat is heel gezellig. Ik heb mijn tandpasta gelanceerd. En dat is een paarse tandpasta. Paars is dus eigenlijk de tanden kunnen soms een beetje geel worden. Nou, we gaan tuften. Ik heb het nog nooit gedaan. Jij? Niet. Ja, elke vrijdag. Maar... Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ken het eigenlijk niet. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Roos is lekker bezig, joh. En dan weet ik het niet meer. De laatste stap weet ik niet meer. Hier doorheen, denk ik. Door dat gat. Welk gat? Ja? Dat denk ik. In ieder geval, dat lijkt me het logisch. Ik ga het halen. Ja, weet je. Zo doe je dat. Ik weet het niet, hoor. Dat past niet. Nou, here we go. Moet ik dit strak trekken of niet? Moest het nou los hangen of niet? Nee, toch? Want dan ging het erin. Nee, het moest juist los. Ik moet het eerder een soort een beetje zo... vasthouden. Dat het niet in de knoop gaat. Zijn we nou weer veel te snel van start? Mevrouw. Een paar rechte lijnen zetten. En naar boven? Ja, en dan echt proberen mijn 90 graden. Ja. Zo! Lekker bezig. Nou. Ja, je moet het... Ja, dat ja, moet het inderdaad nog zo tussen. Dat zie ik altijd op TikTok. Ja, ik ook. Dat, ja, ik... Echt? We gaan ze zo scheren. Een keer terug, want... Ja, je moet er gewoon nog een keer tussen. Nou, ik vind dit niet normaal. Hoe cute. Nou, ik vind dat wij echt niet normaal zijn. Super, zoveel makkelijker dan ik dacht. En kijk even ons eindresultaat. Nou, dat is echt totaal nog niet eindresultaat. Maar we gaan dus een omhulsel maken voor een spiegel. Dus dan hierin komt een spiegeltje. Nou, helemaal cute. Gaat het goed bij jou? Wel cute dit. Met wit, ja. Ga je ook nog andere kleuren of gewoon wit? Nee, ook paars. Oh, leuk. Leuk. Cute. Dan zou ik gewoon weer wit doen. Ja. Ik zie een nieuw natuurtalent voor Roos. Nou, ik ben nu thuis. Event was echt super gezellig. Ook weer echt een leuk event waar je gewoon iets gaat doen. En ik vind dat zo leuk. Echt zo leuk georganiseerd. Dus ja, ik ga me nu heel snel omkleden. En dan kom ik bij een Bo en dan gaan we lekker sporten. Nou, ik ben gezellig met mijn zussen. Yo, we hebben een heerlijke... Wat heb je al opgemaakt eigenlijk? Nou ja, ik had nog make-up op eigenlijk. Jij kwam ermee. We hebben lekker een borrelplank. Van, waar is het van? Is wat het gekregen? Dat heb ik gekregen van... Echt super lief. Een heel leuk zaakje in Alphen aan de Rijn. Deze, ze verkopen ook maar wijnen, bubbels en ze hebben echt wijnen die wij ook bij het Leeuwtje hebben. Ja. Alleen maar bekende wijnen, echt fucking lekker. Lekker man. Het heet Taste Alphen aan de Rijn. Taste aan de Rijn. En ze maken dus ook borrelplanken. Ja, ze maken borrelplanken. Super leuk. Gaan ze ook doen, wijnproeverijen.
heel veel lekkere wijnen. Allemaal oh, leuk, wijnproeverij. Hele notenbar. Ja. Nou, poppetje champagne. Of cava. Hey! Ik ben zo aan het genieten. Bo en ik gaan weer met de Aperol. Hey. Is wel lekker baken. Oh nee, ik heb nog wijn. Ja, dit jongens is echt zo lekker. Heerlijk. Mag ik eens proeven nog? Ja. Ja, tuurlijk, schatje. Ja, maar ik denk oprecht, hoeveel zouden wij erop hebben? Ja, ik denk wel een stuk op 40, 50. Dat is best wel lekker. Want als je denkt, we zijn 3 avonden uitgegaan. Nou, je drinkt echt wel 10, minimaal. Ah, joh, in de middag, met de lunch, met de Aperol, met de... Ah, ik ga voor ze beginnen. Ja. Ja, sorry, schat. We hebben thuis sushi besteld bij... Kijk uit! Allemaal... Oh. Huh? Waar komt het vandaan? Ja, waar komt het vandaan? Ja, dat komt uit de lucht vallen ofzo. Ik vind het ik heb geen make-up op, joh. Ja, ik ook niet. Het ziet er allemaal niet uit. Hoe vonden jullie de Holy Shred? Zo. Ja, ik vond het heel leuk. Ik vind het leuker dan die boedekleur. Vond het ook heel leuk. Ja. Want dit houdt meer vol. Ja. Omdat ik ook meer weet wat er gaat gebeuren. Ja, ik ben... Godverdomme. Het ziet er niet best uit. Ja, ik vind Holy Shred ook wel leuk hoor. Maar je kan dat niet 6 keer in de week doen. Nee. Dan kost het je zeg maar godsvermogen aan. Ja. Oh, ze zijn vaker. Heel erg. Maar dan zijn ze misschien wel fel, wou ik zeggen. Ver. Ja. Ja. Nou, ik kan smaak, goed. Jongens, ik wil jullie nog even één dingetje even kort zeggen over de wintersportvlog. We hebben daar namelijk best wel veel haat, nou niet haat, maar best wel commentaar op gekregen. Of jullie misschien iets zachter, ja. Oké, ik ga proeven. Ja. Wat? Zo lekker. Maar... We hadden het een en ander naar onze kop gekregen. Ja. En aan de ene kant snap ik het eigenlijk. Nee, ik snap het eigenlijk gewoon niet. Nee. Wij heel veel comments over of ik nog wel een relatie had en hoe ze dan het zou vinden. Maar ja, ik vraag me ten eerste af hoe oud die mensen zijn. Ook, maar ik denk dat die comments. Het is ook een vertekend beeld, hè? Dan het is. Zeg maar, jullie zien 10 minuten van een heel weekend. Ja. En wij waren gewoon vriend geworden met die mensen. Ik heb het heel veel over mijn relatie gehad. Ik heb het heel veel over Stan gehad. Maar dat zie je niet op de vlog. Wij hebben gewoon een gezellige band met die jongens gekregen. Ja. En puur vriendschappelijk. Puur vriendschappelijk. Ik heb ook allemaal tegen hun gezegd van... Ik heb een vriend, zeg maar... Er was letterlijk niks. Nee, en dan ja, zijn er best wel weer een soort comments. En dan denk ik van ja, vind ik persoonlijk jammer. Ik denk... Dat als je het leuk hebt met andere mannen, betekent het niet dat je relatie uit is. Want je kan ook jongensvrienden hebben en gezellig hebben. En jullie weten niet hoe ze haar over haar vriend praat. Dat zien jullie niet. Zoals ze haar gewoon even gezegd dat ze een vriend heeft. En die jongens hebben daar respect voor gehad. Ja. En die hebben, het is allemaal puur vriendschappelijk. Ja. En dat is gewoon jammer. Het gewoon tegenwoordig. Gezellig. Ik ben inderdaad jammer, zeg maar. Al zou er echt een geheim zijn, dan zou ik dit allemaal niet plaatsen. Nee, zelfs daar zou dus echt iets geheimzinnigs doen met een andere jongen. Dan ga ik echt niet ga je dat verbergen. Dan ga ik niet alles open en bloot plaatsen. Maar daar is niks van de hand, dus ze laat alles gewoon zien. Dus nee, je hoeft niet druk te maken over mijn relatie en ook niet over Stan. Weet, als je dingen online zet, kan je comments verwachten. Ja. Zeg maar anders. Het is misschien denk ik meer ook omdat wij gewoon heel erg open zijn en Sarah gewoon heel erg... Alles zeg maar van ons leven, zeg maar filmt, wat we doen. En wat andere YouTubers hebben bijvoorbeeld avondjes uit, bijvoorbeeld een mooie video, maar nog niet snel filmen. En dan zie je het niet ook. Nee. En wij laten gewoon lekker alles zien, maar... Letterlijk what you see, what you get. Ja. Maar zo ben ik ook in het echt. Zeg maar, waarom zou ik me schijnheilig voor gaan doen, dit is fucking live. Ja, maar... Ja. Moet ik dan in een stil in een hoekje gaan zitten? We hebben het super leuk met die gasten. Moet Saar, omdat ze een vriend heeft, in haar eentje aan de zijkant gaan toekijken dat hoe wij het gezellig moeten hebben? Of iedereen zeg maar van, oh, ik heb een vriend, dus niet... Dus niet mij aanraken en niet tegen mij praten. Nee, dat staat nergens op. Nee. Als we uitgaan of we gaan ergens heen, tuurlijk maak je vrienden. Tuurlijk heb je het leuk met mensen. Daar gaat het leven toch om? Daar mensen ontmoeten, mensen bespreken. Maar ik heb mensen ook wel snappen, maar mensen willen gewoon wat te zeggen. Het zijn denk ik ook wel de jonge mensen misschien wel die dat zeggen. Dus het is ook niet dat ik, kijk al had ik bijvoorbeeld net een half jaar of een jaar een relatie gehad, is het ook alweer anders. Maar ik ga bijna 4 jaar met Stan, zeg maar. Op een gegeven moment ben je gewoon op een level dat...
elkaar dat het goed zit. En dat je elkaar vertrouwt, inderdaad. Dus ja. Het gaat allemaal goed. Mag gezegd hebben. En ik heb geen vriend meer. En dat is ook nog. Ja. En ik ook al heel, zeg maar, al 4 jaar. Niet. Heel veel relaties, of heel veel vragen ook over verboden of vrienden. Had boos uit. Nu al meer dan een half jaar. Ja. Sinds de zomer al. Eind volgend jaar. Ja, bijna 3/4 jaar. Het is gewoon al 3/4 jaar. Gewoon al 9 maanden of zo. Ja. Insane. Lisbeth is al 4 jaar single in mei. Nee! In mei ben ik al 4 jaar single. Nee! Oh ja, dat was met corona. Nou, insane. Ik relatie niet met Maf kreeg. Nou, toen is wel een relatie uit. Ja. Mm-hmm. Altijd is er wel iemand in de relatie, ja. In de groep die een relatie heeft. Ja. Of single is, ja. Nou, ja. Nu ben ik het. We hebben nooit alle drie zin. Oh, nu zijn wij echt trouwens single. Ja. Zo mooi. Jullie hebben nu echt jullie... Wij hebben echt onze tijd van ons leven. Jullie vibe, ja, zo mooi. Ja, ik vind het geweldig. Nou, wij gaan lekker opeten. Dit was onze TED Talk. Geniet van jullie geniet van jullie. Wij zijn lekker juice spel ja. Oh ja. Hebben we lekker juice, juicy, juicy. We houden van juice. Juice? Veel juice. Ik wil juice. Ik wil juice. Ik wil juice. Ja, die bak is alweer leeg. Zou die bak is alweer leeg. Ja. Wij hebben letterlijk... Nee, gewoon met elkaar. Nee, dat zijn 3 smeerkaas. Wij hebben echt gewoon... Wij hebben noedels gemaakt trouwens. Mm. We hebben naar achter gewerkt. Alsof het gewoon niet bestond. Zo lekker. Ik ook. Mmm. Zo lekker. Een hele gale goedemorgen. Daar zijn we weer. We hebben lekker Joe. Zeg maar gewoon standaard. Dat wij ja, altijd. Maar ik hou ervan. Tuna caro met tabasco. Mmm. Thanks. Nou, het is inmiddels bijna 6:30. Maggie en Thomas komen vanaf 8:00 eten. Die komen om 7:30. Dus ik heb nog wat 2 uur de tijd. Maar ik ga nu Stan even ophalen. Isabel heeft super lief voor mij vandaag boodschappen gedaan. Dus dat is heel cute. Dus dat heb ik niet meer te doen. Ik ga niet zeggen dat het regent. Nee. Nou, ik ga even naar mijn auto lopen. Ga ik Stan ophalen. En dan ga ik het diner voorbereiden. Online. Nou, kijk, ik ben echt helemaal tevreden. Dinner is set. We hebben als voorgerecht lekker deze soort zalm sashimi. Dan heb ik hier een butterbord gemaakt en dan komt er nog brood bij. Met boursin, persik en parmaham. En dan hier nog eentje. En als hoofdgerecht heb ik lekker varkenshaas. Varkenshaas met bimi en Russische rondjes. Dus nu lekker wijntje en wacht op de gasten. Wat heb jij gedaan? Wat? Vandaag. Voor het diner? Vuilnis heb je vandaag. Ja. Gewoon heel erg gewerkt. Lang dagje. Sarah heeft alles voorbereid voor het diner. Dat vindt ze leuk. Ja, ik vind jou ook leuk. Yay. De vrije trap en... En! Hey! Oh, no focus. Hier. Oeh, glad. Oh, ik doe wel. Hallo. Char, hoe voel je? Goed. Kijk, we hebben echt een heel leuk diner gehad. Ja. Dit gaat toch niet in de vlog? Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Waarom niet? Zie je met alles erin. En waar is Sarabia? En de keeper is de bal even kwijt. Die terugspeelbal. Is, ja, hij speelt de bal, weet je. We zijn even lekker. Yes. Laat me even die sick voelen. Mag ik klaar zijn? Maar dat is koud. Ja, ik weet wat het wordt. Ik weet wat de uitslag wordt. Wat dan? Ja, ga ik niet zeggen. Ja, want Thomas denkt dan, oh, moker. Huh. Goedemorgen, man. Het is zaterdag. Etentje gisteren was heel leuk. Ik ben bij de Benjamins, want de schoonmaker is bij mij thuis, dus ja, ik ga even een koffietje doen en editen. En ja, ik zie er echt van net uit in zo'n boel ook. Ik ben echt 3 uur 's nachts aan borrelen, dat is ook heel leuk, maar... Oh my god, ik kom nu thuis
En mijn hele huis ruikt gewoon lekker naar schoonmaak. Gewoon naar schoongemaakt, fresh huis. En het is zo mijn geld waard. Ik maak ook schoon, maar gewoon, ik hou het om de zoveel dagen zeg maar gewoon bij. En stofzuigen en dweilen en zo. Maar ik laat vaak één keer in de maand een schoonmaker komen. En dan maakt hij gewoon even alles helemaal geweldig schoon. Daar word ik gewoon heel blij van. Want ik heb geen zin om echt die grote schoonmaak zelf te doen, weet je wel. Dus, ja, dat vond ik duur. Nou guys, ik heb me helemaal klaargemaakt voor Joy. Ik ben echt helemaal brak en ik heb er helemaal geen zin in. Maar ik weet zeker als ik daar in me sta, is het fucking leuk. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Lekker warm. Een trui met Urban Ballerina jas. Broek. Sneakers. En ja. Mijn haar gewaved. Helemaal leuk. Nou, boom. We zitten in de bus. Fucking mooi. Are we ready? Maar dat had ik ook. Ik zag ook iets. En dan zie je al mensen weer kijken. US, the day after. En weet je waar we zijn? Ik vind het zo lijkt, nee. Nou, ik ook. Bo is gewoon lekker bruin. Ik ben lekker brunos. Heb je toevallig die Sophia mee? Sophia mee is spreekt hem ook ontvangen of iets? Nee. Oh, jammer. Ik ben echt benieuwd. Ja, ik ook. Maar ik heb nu krijg nu van Marky Bain. Ja. Van jongens, we hebben de shaker fries. Hoe fucking leuk. Something like shaky. Nee, niet meer. Niet meer. Ik heb dit nog nooit op, hè? Ik ook niet. Ik heb hem nooit een shaker fries op, maar het valt wel tegen. Oh. Ja. Oh. Volgens mij is gewoon een patate bravas. Ja. Bravas. Patate bravas. Nou, kleur erin. Oh. Waarom doe je dit gewoon meteen in die zak? In dit. Dat kan ik ook doen. Als je shaker fries bestelt. Ja, want wat doe je nu hiermee dan? Ja. Ja. Dit is gewoon een soort die kruiden die jij altijd op je patat flikkert, Bo, denk ik. Ja, dat kan ik zo doen. Ja. Fucking geil. Spicy nugget. Ja, weet je wel. Nou, Joy gisteren, jongens. Het was echt zo leuk. Het was zo leuk. Daarna gingen we ook nog in het pand zitten bij Anne en Nina. Nou, dat was ook echt niet normaal. Nina, die komt natuurlijk thuis. En de vader zat al Formule 1 te kijken. Ja. Dus die zei, what the fuck hebben jullie tot 6 uur in het pand gedaan? Ja. Zie je überhaupt dat we in het pand hebben? Ja, ja, dat wisten ze wel. Ik ga stuk, vind ik zacht. Ja. Oh. Kom op. Lekker met je. Kijk, wordt wel goed geshaped. Oh ja. Ja. Nou, en meiden. En we doen even die vieshout even in die bak. Ja, en dit? Ja, dat ook wel. Maar voor bijvoorbeeld zit er wel meer saus in. Ja. Veel meer. Nee. Nee? Dat kan niet. Toch? Weet je nog dat vroeger de halve bakje? Je had vroeger, ja, dus dit was dan nu een frietsaus en dan had je eerst die gehalveerde. Nou, dat was ik er nog niet hoor. Dat was ik er. Dus jij hebt nog niet geboren. Nou, ik ga even een shaker vrijtje. Oh, lekker. En? Ja, we zaten het is wel lekker. Het is wel heel lekker, maar... Ik vind die kruiden die Bo op de friet gooien lekkerder. Dat kruiden. Dat frietkruiden is het. Oh? Bo. Ja, nee. Moet je nog... Ja, het is wel lekker. Maar het had wel een beetje de crunch van de friet. Ja, weg. Maar die frietjes zijn natuurlijk sowieso altijd al slap. Ja. Wil je proeven, Bo? Je moet het even goed. Oh, kijk die. Ik weet niet of ik het nog een keer zou bestellen. Nee, ik heb dat heb ik dus. Nee, dat zou ik ook niet hebben. Ik heb niet die wow-effect. Ja, zeker. Dank u. Mmm. We hebben ook nog een chili met chicken. Echt? Wil je nog eens een hapje daarvan? Nee, want ik denk altijd die spicy met chicken. Ja? Maar ik vind hem dus zeg maar echt spicy. Ja? Ja. Oh. Hey, Lillo. Hallo. Dit is wel echt altijd mijn... Laat even zien. Nee, bent altijd. Ja. Bo is echt... Eén hand in hand met de single big daisy. Want er zit gewoon alles op, zeg maar. Burger, de perfecte saus. Hoop, kaas.
bacon, tomaat, ui. Oh, misschien moet ik dat ook niet doen. Ja. Ik ben echt basic. Ja. Ik neem eigenlijk altijd spijs. Moet ik even proeven. Maar ik vond het nu echt... Ik was bang dat hij me even te hard zou bitten. Nou, dit is echt jammer. Ja, ik vind dit het lekkerste item op het menu. Spicy Kim Nuggets. Wow. Maar ik was altijd de Kim Nugget girl, dat weet je. Niet normaal, hè? Dit is goeie? Of niet? Dit is moker. Wauw. Zo, je hebt echt mijn ogen geopend. Ja. Nee, je vergeet hem heel snel. De single Big Tasty. Je hoort er niet veel over, nee. Maar ik het daarvan op halen. Ja. Mensen zijn altijd een Big Mac, maar ik vind een Big Mac dus helemaal niet lekker vergelijken met dit. Nee. Ja. Wow. Ik heb mijn ogen geopend. Ja, ook niet. Nee, eet. Nee, maar goed. Nee. Doe. Mag ik iemand wat drinken? Ja, ik moet maar uitzenden. Weet je wat heel raar is? Nou. Ik lust helemaal geen frisdrank. Maar opeens sinds 2 maanden drink ik cola zero. Ja, ik lust helemaal geen cola. Maar toch bestel ik dat de hele tijd, omdat het gewoon zero is of zo, ja. Ik vind dit helemaal niet lekker. Hoe kan dat nou? Waarom zei je dat nu? Ja. Weet ik niet, dat doe ik heel vaak, maar... Nou, dit is wel echt goed hoor. Ja. Maar ik was sowieso altijd al een Kim Nugget girl. Ja. Ik bestel altijd Kim Nuggets, ja, altijd. En dan die spicy, nou, ja. Het is gewoon... Maar ze zijn heel spicy, gewoon nee. Echt. Maar wel lekkerder is het maar dan even... Maar ik vind alleen lekker met frietsaus. Ja. Maar alles met frietsaus is lekker. Dan ga je naar de Burger McDonald's, zeg maar, in het buitenland. Ja. En dan heb je daar geen frietsaus. Ja, dat is zo en dan hoeft het voor mij eigenlijk al niet. Nee. Dan ben ik eigenlijk gewoon lekker blij. Maar ik had ook nooit verwacht dat dat iets Nederlands zou zijn. Nee. Ik vind het zo niet Nederlands. Maar nog iets Amerikaans? Nee, dat noemen we wel. Je hebt wel een soort... Als je het in de supermarkt hebt, dan heet het American sauce. Ja, maar dat is helemaal niet Amerika. In Amerika hebben ze dat helemaal niet eens. Hey, die is wel aardig spicy, ja. Ja? Ja, die is echt spicy. Spicier dan die nuggets. Ja. Hele beste in de brand, vind ik. Oh ja. Zo. Heel spicy mayo. Ja. Zo. Oh, lekker hoor. Neem maar. Nee. Ik heb hem helemaal gedestroyed. Neem lekker, schat. Neem ruim. Ja. Ja. Goeie. Heerlijk. Nou. Doe het staat wel helemaal in elkaar. Even ademen. Die mag ik eten niet. Zo, die is pittig, man. Ze warm hier. Warm hier, hè. Die watermeloen ook gisteren. Oh ja, sorry. Dave vindt dat zo grappig. Ja. Van die verkopelijk watermeloen hier. En Bo zei dat. Nou, hij vond het zo prachtig. Waar de fuck heb je het over? Ken je die van... Een man komt fietsen binnen. Ja. In de zaak. En dan zegt hij zijn man... En hij zegt, hey, verkoop je ook watermeloen? En dan zegt hij, mag je niet fietsen binnen? Dan zegt hij, oh sorry. Ken je die niet? Nee. Nou, ik ga er niet. Ja, ik ben net zeggen, moet je nu opzoeken. Waterbloem meme fiets. Kijk, dit is wel even heel kort. Oh ja. Hallo, wat kost je waterbloem? Je mag wel met je fiets komen. Oh sorry. Kijk, dit is wel even heel kort vertellen over. Hoe dan? Je mag wel met je fiets komen. Sorry. Oh sorry. Kijk, dit is wel even heel kort vertellen over. Zit die prima? Even heel kort vertellen over. Hallo, wat kost je waterbloem? Je mag gewoon met je fiets komen. Sorry. Heel kort vertellen over. Tering mooi. Wij hebben die een keer nagemaakt. Oh ja. Het is echt heel awkward. Moest ik kijken. Toen was ik ook echt nog koud en wit. Dat was die periode volgens mij. En waar was het überhaupt? Heb ik dat überhaupt? Staat nog niet online, mag ik hopen. Heb je nog een hapje ervan? Nee. Maar we hebben daar... Ik heb zoveel vragen. Dit staat toch niet online? Nee. Dat mag niet open. Die was echt... Die dansvideo was... Fuck. Die was wel echt leuk. Mooi. Maar weet je hoe lang we daarover hebben gedaan? Ja, echt 6 uur waarschijnlijk. Ja. Denk echt 2,5 uur. Ik heb hier nog echt een hele... Helemaal half opgevroten, heerlijke single big tea. Ik wil even een burger. Een heerlijk... Ja, ah, ik echt eigenlijk helemaal... Wat is dit? Moet ik nog hebben of kan die de zak in? Ja, wat...
Oh. Het geluid dat is staat niet er, meer. Dat staat erin? Dit staat online. Ah, doe dat verhaal. Nou, ja, dit. Halverwege. Pas heb ik ook allemaal oude TikToks van ons verwijderd. Dat zag er niet uit. Maar die stond nog helemaal niet zo heel oud. Nee. Nee. Maar. Wij doen gewoon heel soms raar. Ik in mijn lelijke ervaring. Soms, ja, soms kijken we terug en denken van, nou, dit hoeft niet meer online. Nee. Maar die watermeloen. Maar ik heb gisteren dan 2 crackers erop. Waren het nu al 300 keer. Ja. Heb je gisteren denk ik ook zo'n 500 keer. Ja, gedacht, maar echt tegen iedereen. Ja. Ja, hoe kwam ik nou waar 2 crackers in staan? Ja, maar het is wel echt knap. Ja. Weet je? Nou, dat is niet goed. Je mag het eerlijk, maar normaal kan het toch niet? Nee. Nee. Maar ik heb ook echt geen honger gehad. Ik heb ook geen honger gehad daar hoor. Nee, ik ook niet. Maar ja, hoe zou dat komen? Maar het hadden wel lekker allemaal hapjes en zo. Ik ga toch gewoon weer door. Ik ben zo stinkend. Hapjes? Hapjes? Ze hadden daar toch geen hapjes? Nee, burgers hebben ze daar. Oh, zo. Oh. Deze moet online, offline ja. Nou. Die bloek ben ik dus kwijt. Wat is dit nou? Oh. Ik dus gisteren aan, maar die is wel volgens mij. Oh, tuurlijk. Zoals niet. Isabel heeft ook gewoon dingen en dan links dat 1 keer en dan denkt ze dat ze het mag houden. Dus dan zie je de volgende keer en dan heeft ze gewoon weer die broek aan. Dan zeg ik, is dat mijn broek? Ja, maar die mocht toch houden? Ik zeg, nee, die mocht je gewoon 1 keer aan. Oh. En dan doet ze ook gewoon alsof het haar broek is en gaat ze hem ook niet teruggeven. Maar ik heb een lounge sokken besteld. Ja? Ja. Nee. Ik heb een paar lounge sokken aangehad van haar. Ja? Dat zijn de allerlekste sokken die ik ooit heb. Ze hebben gewoon van het merk lounge. Nee, ja. Welke sok die ik nu aan heb. Nee! Ze heeft altijd hele gekke sokken. Fucking grappig. Ah, maar die sokken zegt van sir, ik zeg hou ze alsjeblieft. Ik heb er 2 paar, boeien. Ja, je gaat toch die sokken van iemand houden? Zij doen net alsof een extra paar sokken soort overluxe is. Sokken zijn altijd handig. Ah, oh, jij bent zo cute. Oh, wat lief. Dus ik heb ze nu besteld. Ja, dank je. Nou, ik kan die watermeloen niet vinden. Ik heb gisteren 3 paar sokken aan. Ja. Ik heb zo koude voeten. Maar het waren bij Joy waren ze al bevroren, mijn tenen. En toen kwam ik daar en ik had zo koude voeten. Ik echt van die hele dunne. Oh ja, die hebben we ook nog. Maar wat had je? Maar kijk, voel je nog een lukkertje nog hebt. Ja. Het valt me heel zwaar allemaal. Oh. Ik heb ook wel een heel pistoletje met ei op. Oh, mijn het gekke huis. Hey, pak even uit met z'n allen. Nou. Hallo allemaal, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dit was het alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw omhoog te geven bij de supporter op mijn kanaal te abonneren. En met volgende op TikTok en Instagram is allebei @zagenverwoord. En dan volg ik jullie, dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!